We doen eigenlijk voornamelijk niks. Ja. Mijn eerlijk was dat er voornamelijk niets gedaan werd. Eh, ik, eigenlijk verwachtte ik wel zoiets dergelijks. Want ja, dat is het normale patroon in Nederland. We weten eigenlijk niet precies hoe we het op dit moment moeten oplossen. Eén ding is duidelijk: ze willen geen kabinetscrisis. Ze willen door met z'n vieren. Wat ook wel slim is: een bij eh, dat, hoe lang gaat dat dan duren. Eh, eerlijk gezegd, zou ik ook zeggen, als je nu verkiezingen houdt. Ben je niet goed snik? Als, ik, als, als partijen? Eh, want dan heb je, zit je dus in, in, binnenkort. Zie je met een enorme klont. van die, van die BB-beweging. zit je in de kamer. met alle gevolgen van dien. Want ja, dat schijnen mensen zich toch niet goed te realiseren. Geweldig hoor. dat dit signaal van de volkswoede. maar dat, dat, dat stikstofbeleid. moet gewoon uitgevoerd worden. Zo, oder zo. om met het. Eh, we hadden nog de brief uit Europa, hè, van de commissaris die zei... het moet niet vertragen, niet treuzelen, doorwerken. Ja, Europa zei, hou nou eens op met de boel uit te stellen. He? Ja. En terecht natuurlijk. Die brief was Iedereen ge... weet wat er gaande is. Ja, die brief was wel gelekt. Hè, dus daar zit wel een politiek spelletje achter, denk ik, van een dat van de dat partijen. Dat zou best kunnen, zoals daar vaak natuurlijk politiek spel gespeeld wordt. Maar dat is van de commissie niet op zichzelf niet, niet verrassend... dat ze dit standpunt aanhangen, aangezien ze... Ons natuurlijk al eerder hebben gezegd, joh, maak er nou eens werk van. Doe er eens iets aan. In plaats van uitstel, verwarring creëren, wel of niet. Eh, anders was de hele BB-beweging er niet geweest. Als de overheid hier een beetje vaart gemaakt had en beleid had gemaakt. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ja, ja het is misschien ook vanwege het CDA, dat weet ik niet. Als we nu naar de verklaring kijken... Iemand schreef wel terecht, nu is het CDA een soort van kabouterpartij geworden maar hun invloed is dus niet afgenomen het is ook het CDA wilde, wilde zaken openbreken en ik weet allemaal niet wat maar nu nog niet hè ja. ik zie dus maar één punt waarover ze het fundamenteel oneens kunnen worden en dat is de gedwongen uitkoop en het zou mij al heel erg verbazen als dit probleem kan worden opgelost zonder gedwongen uitkoop en wat dan maar ze kopen dus nu eventjes tijd en ze zeggen dus ook, beste provincies, gaan jullie lekker eerst maar eens eventjes rommelen? Gaan we eens een formatie te maken? wat ze nu doen is afwachten, wat gaan al die verkenners opleveren? Wat voor coalities komen er? Komen er überhaupt coalities? Kunnen die coalities misschien creatieve oplossingen bedenken voor de problemen? Maar uiteindelijk, ongetwijfeld, dat hebben we ook al eerder gezegd toch? Kijken of dat nu 2030 of 2031 of 2032 is. Dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Maar tenslotte zul je daadwerkelijk iets moeten doen. En dat is wat ontbreekt. En, en ik begreep dat, dat ook bijvoorbeeld de schaalvergroting in die, in die veehouderij, dat die er gewoon door is gegaan de afgelopen jaren. Ja, ja. 2022 iedereen was een heel lucratief. Toen de vlag erbij hing, zijn ze er gewoon mee doorgegaan. Ja, dat stond toch in de krant van 2022 als een heel lucratief jaar? Ja, dat is het gekke. Iedereen moet zich beseft hebben. Dat, dat, dat de zaak aangepakt moest worden, maar dat heeft dus geen eh, invloed gehad op de, op de schaalvergroting. En daarom zijn ze ook zo boos. Het is natuurlijk voor die boeren om lucratief aan te Ja, handel. dat is waar. Maar, maar ja, dus kennelijk, heeft, kennelijk hadden ze wel vergunningen. Het ja, dat is ook zo raar. Want of die vergunning handelt, daar, daar, daar zouden we ze ook eens goed naar moeten kijken, volgens mij. Ja. Maar hoe zou je nu deze oplossing omschrijven? Maar dat we die... deze. Uh, opmerkelijke zaak nu hebben, namelijk dat we een partij hebben die feitelijk. Als je in concreet afzien van dat die misschien ook wel ontevredenheidsgevoelens vertolkt in den landen, maar die uiteindelijk draaide om het stikstofprobleem. Dat die, dat die nu in feite een, een, een dominante rol, althans tijdelijk, gaat spelen in de Nederlandse politiek. De dat BBB is, bedoel je? Ja, dan denk ik volstrekt idioot. Ik bedoel, het is omdat, omdat de overheid ook dit probleem niet op tijd heeft opgelost. Het probleem bestaat al decennia. En het wordt weer niet opgelost. Nee, het wordt gewoon dat, weer uitgesteld. En althans voorlopig weer uitgesteld. Ja. Nou ja, Rutte zei van we moeten meteen aan de slag. Ja, we moeten versnellen. Ik ben benieuwd wat, ik ben benieuwd wat dat dan gaat, gaat worden. Ja. He, we moesten niet aan de jaartallen denken, we moesten meteen aan beginnen. Ja. Dat is natuurlijk moeilijk uit te leggen. We gaan en versnellen, maar we gaan ondertussen ook. Ja, we mochten niet poseren van hem zeggen, maar dat is het natuurlijk wel. Feit is dat we het probleem gewoon zelf georganiseerd hebben. Maar dit is gewoon een list, toch? Het is Niet waar blokkeert zo'n onopgelost probleem. blokkeert ook het, het normaal functioneren van je parlementaire democratie. Ja, Maar goed, als we kijken naar de functie van de regering, is om te regeren. en dus ook beslissingen te maken, ook op moeilijke thema's. Ja, op dit punt moet je zeggen, hebben ze een weinig indrukwekkende prestatie afgeleverd. Nee. Dus na een jaar kabbelt het voort. Na een jaar dat ze dus begonnen zijn, kabbelt het voort ja. op dit punt. En nog steeds op allerlei punten bestaat volstrekt de onduidelijkheid. Dus je vraagt je ook af, wat spookt dat ministerie dan precies uit? Hoe zit dat dan eigenlijk? En wat vindt het kabinet daar dan eigenlijk? Nou, kortom, het is weer het bekende gehannes. Maar kijk, we weten van Rutte dat hij de boel bij elkaar wil houden. Hij wil geen verkiezingen, dat willen al die andere partijen ook niet. Uh, de dat... nee, mens wil nu verkiezingen, dat, dat is zo klaar als een puntje. Nee, maar dan moet je natuurlijk wel iets bedenken om door te kunnen. Ja, Dan is dit dus schijnbaar de beste oplossing. Als het, ja, van een oplossing is nog geen sprake. Eigenlijk zitten we te wachten tot uit het veld, om het zo maar te zeggen, wellicht her of der een, een min of meer passabele en acceptabele oplossing eh, ontstaat. De, de analyse was van ze hopen dat eigenlijk uh, die partijen straks zeggen: van hé, hey, kabinet, ja, volgens dus zijn wat. dat een van die coalities ergens iets, iets nuttigs verzint. Gaan we dat zus doen of laten we het zo doen? Maar je blijft altijd aanlopen tegen die uitkoopproblematiek. Ja. He, tal van, het NRC had zijn hele serie. Die hadden al die boeren, supervervuilers uh, gebeld. die in de buurt van die Natura 2000 uh, gebieden wonen. En nou ja, het overgrote deel daarvan zei we laten ons helemaal niet uitkopen. Moeten we voelen er een flikker voor. We hebben hier 25 jaar hard gewerkt en we, gaan niet uit, we worden niet uitgekocht. Ja, wat dan? Want dat is natuurlijk het springende punt van de BB-beweging. Geen uitkoop. Geen gedwongen uitkoop. Ja. En het CDA wil straks natuurlijk op dit punt het regeerakkoord openbreken. Kijk, het aantal uh, het? boeren in Nederland neemt nog steeds af. Maar gek genoeg leidt dat eigenlijk niet tot, tot het, het verdwijnen van het probleem, omdat dat, dat wordt gecompenseerd door de schaalvergroting elders in het agrarisch bedrijf. Ja, is mijn indruk. En de reacties vanuit het veld, zowel van de organisaties die voor de boeren zijn, als voor, van de organisaties die van de natuurorganisaties zijn, die zeggen: ja, het is chaos, besluiteloosheid, slappe hap. Dat zijn een beetje de geluiden die je hoort. Ja. Maar laat men ook zich even realiseren dat als je nou naar de Eerste Kamer kijkt, dat het eigenlijk voorstanders van het huidige beleid eh, en tegenstanders van het huidige beleid ongeveer 50-50 in de Eerste Kamer zitten. En dat de, de midden, de de, de die op de wip zitten, dat zijn dan ook nog eens, wat he, dit zijn natuurlijk 25-25, nou ja, dat zijn dus ook ongeveer 25 mensen die nog op de wip zitten. Maar dat er dus een massaal Nederlands nee is gezegd tegen het, het stikstofbeleid is, is gewoon een sprookje. He? Zoals al die, die kletspraat in de afgelopen twintig jaar over volksopstanden. in feite een sprookje zijn. Ja. Nou, het ging, ja, natuurlijk... Ik begrijp wel, je begrijpt wel waarom mensen geschrokken. en, en lichtelijk panisch reageren. Maar als je naar de cijfers kijkt, is daar weinig reden voor. En het ging natuurlijk niet alleen over stikstof. Hè? Het was ook een proteststem tegen hoe het in Groningen is afgehandeld. En terecht, dat zal ook, denk de lichte groei verplanklaren van dit segment van het ontevreden Nederland. Ja, vergeet niet dat een groot deel van die stemmen van die BB-beweging blijkt ook uit de cijfers afkomstig is van al die andere protestpartijen, mm. ook verrassend genoeg van de VVD, maar ook fors wat van de PVV en JA 21. Dat zijn allemaal partijen die veel minder goed gescoord hebben bij deze verkiezingen dan ze zelf gehoopt hadden. Ja. Eh, een van de andere commentaren was: Dit is uitstel van executie. Als ze straks terug moeten aan die onderhandelingstafel, dan klapt het alsnog. Want dan, komen ze, dan moeten ze gaan praten en dan komen ze er toch niet uit. Dat zou best kunnen. Dan wordt het ruzie. Hè? Want ja, uiteindelijk staan de CDA, D66 staan recht tegenover. Ja, de elkaar. vraag is hoe, hoe compromisbereid de, de partijen zijn. Ja. En als ik. Als, als, nogmaals, dat hebben wij ook al geconstateerd. Eh, in dit ongelooflijk inspirerende autootje natuurlijk. Waarvan de motor wel lekker draait. Ja, dat ook. Daar en, zal Greenpeace niet blij mee zijn, denk en, ik. Dat moet je niet verklappen, natuurlijk. Oh, nee. um, dat, die, dat, die, dat die data zijn inderdaad niet zo verschrikkelijk belangrijk, maar het is natuurlijk de gedwongen uitkoop. En ik, kan, ik kan me niet voorstellen dat je het serieus op, op afzienbare termijn oplost zonder gedwongen uitkoop. Ja, dan moet je dus hopen dat er genoeg boeren zijn die zeggen van ja, we zien het wel zitten, maar die zijn er natuurlijk niet. Nou, niet die lui die de NRC gebeld had in ieder geval. Nee.